In Genève konden we al statisch kennis maken met de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse cabriolet. Vandaag kunnen we ermee rijden. Was dat voorheen nog een CLK cabrio, nu is het dus gewoon gebaseerd qua typeaanduiding op de C-klasse. En ook de auto zelf is gebaseerd op de C-klasse, op het huidige model. Daar is dus even oneerbiedig gezegd de zaag ingezet. Er zijn een aantal motoren beschikbaar. Wij kiezen vandaag voor de C43 AMG. Dat is een hele fijne, denk ik. Een van de dingen die we ons afvragen bij zo'n cabriolet, hij is tenslotte gebaseerd op de C-klasse. Hoe is het achterin gesteld? Dat gaan we even uitproberen. Nou, kijk eens aan. De trouwe butler die ook de gordel aangeeft, die zet ook de stoel netjes naar voren. En ja, als het dak naar beneden is, is het natuurlijk makkelijk instappen. De stoel komt natuurlijk automatisch ook weer terug. Ja, en dan zit ik met mijn lange lijf aardig klem. En die rugleuning staat ook heel erg rechtop. Dus het is hier vrij krap. Het is ook een tweezits achterbank. Die rugleuningen kunnen wel plat, zodat je daar bagageruimte van kan maken. Maar ja, op deze manier is het krap aan een vierzits cabrio, maar ook niet meer dan dat. Ja, en dat is zo'n cabrio. Ik heb er altijd een beetje een tweeslachtig idee bij. Aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, het is een bestaande auto, dus snij je de helft vanaf. Hou je een halve auto over. Als je dan Opel wil rijden, zou ik zelf eerder voor een Roadster kiezen. Heb je weer het nadeel dat het natuurlijk maar een tweezitter is. Dus een mooie cabrio, wat deze toch ook wel is, hè. Het is wel een elegante auto en ook wel mooi gelijnd, ook met het dak dicht. Beetje coupé-achtige lijn. In ieder geval een stuk minder erg dan die CLK die we toen hadden met het rare bolle dakje. Ja, een van die bijkomstigheden van een auto die je dan door midden zaagt, is dat die carrosserie wat aan stijfheid verliest. Nou, Mercedes-Benz die heeft er natuurlijk heel veel werk van gemaakt om die hele koets stijver te maken. En wat je bij deze auto dan ook zeker niet ziet, is zo'n trillende binnenspiegel als je over slechte wegen rijdt. Hij is gewoon heel hard. We hebben hier een 3 liter V6, twin turbo, 520 Nm koppel, 367 pk, 0-100 ruim binnen de 5 seconden. En dat maakt het tot een hele leuke auto. We hadden deze motor al eens eerder gereden in andere modellen van Mercedes. Nou, in deze auto kom je natuurlijk ook heel goed tot z'n recht. Je kunt je afvragen of je bij een cabriolet zo'n snelle auto nodig hebt. Je koopt hem toch een beetje om te toeren, maar het is wel een heerlijke machine hoor. Hij wordt standaard gecombineerd met vierwielaandrijving in met deze motor. Ja, en als je dan gewoon even de rijmodi in dynamisch zet en in Sport Plus, je kiest voor handschakelen met de flippers aan het stuur, dan wordt het een hele leuke auto. Wat opvalt eigenlijk, ik heb net al twee keer even op dat knopje van de schokdempers gekeken, want ik dacht, staat hier nog wel op sport? Want hij voelt eigenlijk heel comfortabel aan, die auto. Nou, bijna een beetje deinerig zelfs. Niet als een hele straffe, afgeveerde sportwagen. En ja, misschien wil je dat ook wel niet in een cabrio. Maar ja, die balans die ze erin gemaakt hebben is werkelijk ontzettend goed. Ook de besturing van die auto. En hier zit je echt gewoon met plezier aan het sturen. Hij stuurt heel mooi precies. Luistert mooi bestuur. Ook vrij direct. Ja, een van de nadelen met cabrio-rijden is dat je enorm veel wind krijgt. Kun je natuurlijk het dak dicht doen, maar ja, dat slaat ook weer nergens op. Dus deze auto heeft achterin een windschot zitten en hier boven de voorruit ook zo'n soort windgeleider. De aircap noemt Mercedes-Benz die. Dus met een druk op de knop komen ze allebei omhoog. Hier komt die windgeleider, een soort spoiler, en aan de achterkant gaat dat schotje omhoog. En dan heb je toch veel minder terugslag van die wind in de auto. Ja, het dashboard is natuurlijk in grotendeels gelijk aan dat van de normale C-klasse. Ziet er gewoon mooi uit, hè? Mercedes-Benz heeft wel toch wel fraaie interieurs in de huidige modellen. Mooi afgewerkt, leuke originele vormgeving met die drie roosters hier zo in het midden. En dan kijk je naar de klokkenwinkel, dan zie je bij deze AMG, kun je natuurlijk zelf oproepen in het scherm, maar zelfs een temperatuurmeter voor de olietemperatuur van de versnellingsbak. Dat is wel heel bijzonder. En eentje voor die van de motorolie. Zo kun je een beetje in de gaten houden of alles goed gaat daarin vooronder. Ja, in principe kun je ervan uitgaan dat het zo is.
Dus het komt een beetje uit de racewereld, deze gimmicks, maar ja, leuk is het wel. Vraag natuurlijk even hoe Mercedes-Benz deze auto gaat positioneren. Want kijk je nu naar het Gamma, dan heb je eigenlijk vlak hierboven al die E-klasse cabrio, die niet eens zoveel groter is en waarschijnlijk ook niet veel duurder. Tenminste, die start bij 55.000 euro. Deze auto is natuurlijk gewoon nieuwer en biedt ook gewoon een 4-sits cabrio. Dus ja, daar gaat die E-klasse wel last van krijgen. Dus de vraag is of er überhaupt nog een nieuwe E-cabrio komt. De prijzen van deze hebben we nog niet. Ik schat dat die als C180 ongeveer bij de 50 mil gaat beginnen, dus dat zullen we zien.